Mooi, hè? Heel mooi. Nou, hier hadden we het natuurlijk al over gehad. Yes. Maar deze balayage is wel heel mooi. Zeker. Ik wil wel echt een balayage maken. Je basis is natuurlijk wat meer kleurgezet, een beetje warm. Ja. Dus zo fel als deze foto verwacht ik dat hij met Color Cult zonder echt op te gaan lichten niet heel erg gaat worden. Maar nee. Je zou wel wat meer een ginger gloed krijgen. Zeker. En dan loopt hij echt naar je punten toe wat meer naar een ginger gold, zeg maar. Ja. Dus het wordt best wel een wat grovere balayage, niet zozeer heel glamorous, nee. Maar echt wel wat meer artistiek en rock. Ja, nee, tof. Heel leuk. Het zit er helemaal in. Dus zoals je ziet heb ik hem hier iets hoger gepakt. Hier juist wat meer in de punt, zodat je wat meer speling erin krijgt. Nu moeten we gewoon heel even wachten totdat het licht genoeg is. Ik denk ongeveer op kleurgroep 9 warm uitspoelen, zodat je die mooie ginger gloed erin krijgt. Maar daar zit hij nu nog niet op. Nou, hij is uitgespoeld. Je ziet dat die balayage al heel mooi is ingezet. Loopt heel vloeiend over. Naar de punten alweer meteen wat lichter. Nu gaan we met 3 kleuren werken. Dus ik ga hem met een Color Sync recept opzetten aan de aanzet. Omdat ik hem wat zachter wil houden. En dan vanuit daar ga ik met So Color Cult werken. We hebben ervoor gekozen om zowel de Orange Alert als met de Red Alert en de Yellow Duck te werken. En om hem een beetje natuurlijk en niet zo heftig te maken, een heel klein beetje Marble Grey toegevoegd. Ik ga eerst beginnen met recept nummer 1 van de aanzet. Zet ik precies in tot de eerste stukje balayage. En dan ga ik hem straks met de tweede toner heel mooi blenden. Zodat hij mooi overloopt. Ik ben nu doorgegaan naar toner nummer 2, dus ik heb de aanzet ingezet. Die blend ik nu helemaal door. Sommige plukken zet ik dan helemaal tot de punt in. Zodat die net even wat meer naar de ginger kant gaan. Want dit recept is echt wat meer koper ginger. En de uiterste punten die zetten we dan net in met wat meer de yellow. Zodat die echt wat helderder en wat geler eruit komen te zien. Het zit er helemaal in. Zij mag een half uurtje inwerken en dan gaan we hem uitspoelen en knippen en stylen. Nou, mooi hè? Heel mooi. Ja, tof. Ik ben blij dat we net even wat meer dark roots hebben gedaan. Dat is ook heel erg van nu. Ja, en dan loop je gewoon heel mooi over met een beetje een rood koperig gloed. En toch die yellow erin, dat geeft toch even zo'n heel cool glansje. Nice. Heel tof.